StarCraft 2, Heart of the Swarm, single player. Wouter, jij hebt hem gereviewd. Ja. Wart, jij hebt natuurlijk ook gespeeld. Yep. Oké. Jij hebt hem 88 gegeven. Ja. Wat vind jij ervan? Dat hij een 88 geeft. Ja, dat is net als jouw moeder gewoon in het gezicht spuugt. Nee, ik denk niet dat je mij in mijn gezicht gespuugd hebt. Want het ging natuurlijk wel om de singleplayer. En ik denk dat de 88 naar mijn gevoel wel spot on is. En ik ben het ook al grotendeels met Wouter eens. In ieder geval de punten die aanhaalt. Wat het mij heel erg opviel aan de singleplayer, ik heb hem nog niet uitgespeeld. Ik heb, op dit moment heb ik anderhalve planeet heb ik ongeveer gespeeld. En wat me heel erg opviel, ik vind Kerrigan vind ik een heel goed en sterk personage. Ja. Echt al die cutscenes, die emotie die daarin zit, wauw, dat is echt fantastisch. Fantastisch, die voice acting samen met James Raynor, die Mengsk, wauw. Ja. Ja. Maar dan heb je die queens, die broodmothers, die chick die zo'n beetje eruit hangt, die Abathur, die al die... Die Isha of zo. Die Isha en zo. Ja. En dat vind ik allemaal een beetje, die Abathur die al die vervormingen doet, of al die mutations. Die Banathur of zo, die met zijn vagina mond. Ja. Die is fantastisch. Ja. Die vind ik echt heel cool. Ik heb het idee dat hij. Ik heb hem niet gespeeld, dus ik kan het niet spoilen. Ik kan alleen maar verwachten. Je hebt hem helemaal niet gespeeld, nog de singleplayer? Nee, wel, maar ik heb hem nog niet uitgespeeld. Nee. Ik verwacht dat die pratende kut. Dat die uiteindelijk de bad guy is of zo van het verhaal. Ik verwacht dat de plot twist is en dat heel slecht is. Dus. Ik vind het wel een goede singleplayer, maar wat mij bijvoorbeeld opviel, dan ga je dus spelen als Zerg. Dan heb je dat gedaan in de multiplayer bij Wings of Liberty. En dan kan je niet injecten met je queens. Nee, bijvoorbeeld. Dat was een ding waar jij mee zat. Want je moest de hele tijd op larven wachten. Ik moest op larven wachten. Ik vond het eigenlijk is Zerg een heel snel ras. Hè? Tenminste, ja. Je kunt veel sneller bouwen dan bij de Terror. Het moet veel. Ja, de Zerg Rush, we kennen allemaal het begrip. Dat bestaat niet voor niks. Dat gaat om snelheid. En dan heb jij zoiets van. En dus moet ik wachten op larven. Ik vond het heel raar dat je niet met die queens kon injecten. Terwijl het wel gewoon in de multiplayer zat. En ik dacht, waarom? Wat zou de reden zijn? Dus om dat niet te kunnen in de singleplayer. Oké, laten we even een stap terug nemen. Er zijn ook mensen die je totaal geen idee hebt. Je hebt het over queens injecten. Klik wel porno. Als je kijkt naar de singleplayer van Wings of Liberty, die was in principe heel erg goed. Ja. Maar er was een beetje kritiek op, het was misschien een beetje te lang. Vond ik wel. Hoe is deze in verhouding met de singleplayer van Wings of Liberty? Ja, ik vind het raar. Ze hebben het volgens mij helemaal niet korter gemaakt. Ik heb 25 missies had Wings of Liberty. Nu hebben we er 27. Nee, maar jij telt. Nee, je had 30 in Wings of Liberty. Ja, maar nee, ik heb hem op uitgespeeld. Staat completed mission. 25. Ja, maar je maakt keuzes en je hebt nog hidden mission. Ja, oké. Okay, totaal. De evolution missions vind ik geen missie. Dat is echt gewoon 2-3 minuten. Dat zijn er volgens mij inderdaad 7. Dus eigenlijk in principe heb je 20 verhaalmissies. Maar ik heb er toch wel een goede wat. Nou ben ik, moet ik eerlijk zijn, ben ik wat langzaam met RTS. Ik stond even achter je, maar... Hey, jij doet echt over een missie vier keer zo lang als ik erover doe. Zoiets, ja. In ieder geval, als je een achievement hebt van haal deze missie in een kwartier, dan heb ik er een half uur over. Maar dat is eigenlijk niet wat ik bedoel. Ik bedoel eigenlijk meer van verhaalwijs. Nou, nee, ik vond het verhaal juist heel erg compact en bleef me boeien. Terwijl ik normaal gesproken heel erg snel iets met een game verhaal heb van ja, schiet nou maar op met je verhaal, ik vind het helemaal niet interessant. Maar dit verhaal blijft me wel redelijk boeien. Op het einde gingen ze een soort van sprong maken naar de Protoss, want natuurlijk het derde deel binnen StarCraft 2 moet over de Protoss gaan. Dus moeten ze ook een link hebben naar het verhaal van de Protoss. Dat was een beetje gezocht, vond ik tegen het einde. Maar dat zit ook al in Wings of Liberty natuurlijk. Ja, precies. Daar zit ook al een link in. Maar het is toch wel een beetje het onderbelichte ras eigenlijk, hè? In die hele... Ja, maar nog wel. Het hangt een beetje bij ofzo. Maar dat komt ook omdat ze zijn begonnen met de Terran campaign. Ze hebben het nu aangekondigd, we gaan het opknippen in 3 delen. En zo was het ook natuurlijk in StarCraft 1. Speelde je eerst 10 missies met de Terran, toen met de Zerg en toen met de Protoss. En zo gaat dat ook gebeuren straks. Dus, alleen het hangt er inderdaad wel een beetje bij. Het wordt een beetje bijgesleept. Want het verhaal van Kerrigan in haar strijd tegen Mensk, die fucking asshole van een Empire, dat was heel erg boeiend. En in één keer moet de Protoss erbij getrokken worden. Maar het is een beetje een bijverhaal.
verhaal, heb ik het gevoel, binnen het grote verhaal dat zich af en spelen is binnen het universum met die... Inderdaad, Kerrigan's verhaal is eigenlijk een bijverhaal en het grote... Ja, maar dat is dus het ironische ervan, want het grote verhaal boeide me niet zo en dat Kerrigan's verhaal wel. De proto's zijn een beetje de redders van het universum. Stel je voor, jij hebt vroeger wel Command & Conquer of Red Alert gespeeld en je hebt StarCraft nooit aangeraakt. Is dit dan een game die je moet halen? Ja, ik vind het... Ik heb het idee dat ze best wel een idee hebben gedaan om in ieder geval de singleplayer boeiend te houden voor mensen die niet zo heel erg RTS-minded zijn. Want je hebt echt letterlijk eindbaasgevechten. Je hebt een soort van action-adventure-achtige missies door basissen heen dat je eigenlijk maar met één unit aan het slaan bent. Kan je qua verhaal ook instappen? Ja, in principe wel. Alleen, je moet wel even het wat is er eerder gebeurd in StarCraft 2 filmpje kijken. Lijkt me verstandig. Die zit er gewoon bij? Ja, die moet je even voor naar de site volgens mij. Dat is een beetje een GTST. ja, precies. Vorige keer in Bastion. Maar er zit in ieder geval heel veel variatie. En elke missie is ook weer anders dan de vorige missie. Dus het is niet bouw een basis en gaan. Maar het zit altijd iets unieks. Toch altijd wel de leukste. Maar wat ik in de review wel een beetje jammer vond, is dat je bijna nooit helemaal van begin af aan een basis hoeft te bouwen. Zeg maar van je begint met een lair en dan moet je alles bouwen. Je hebt meteen aan het begin van een missie bijna altijd een halve basis staan. Had je bij Wings of Liberty ook al. Ja, vond ik daar ook heel jammer. Goed. Ik denk dat we hier even mee afsluiten, want we hebben nog een hele show voor de boeg. Yes. En we gaan het nu hebben over Wouter's onderwerp. En dat is Gears of War Judgment.